Welkom op het Graafschap College. Welkom in de wereld van de facilitaire dienstverlening. Ben je flexibel, stressbestendig en zit leidinggeven in je bloed? Dan is facilitair leidinggevende echt iets voor jou. Dit zijn Paulien, Siebe en Luc. Zij volgen de opleiding facilitair leidinggevende. Deze drie studenten nemen jullie mee binnen onze opleiding. We hebben de opdracht gekregen om een visio en plattegrond te maken voor een hostel in Amsterdam. Facilitaire dienstverlening houdt in dat je de mensen goed aanstuurt in een bedrijf. Dus je zorgt ervoor dat de mensen goed hun werk kunnen gaan doen. Deze opleiding past erg bij mij omdat ik in mijn werk al veel heb gemerkt dat ik het leuk vind om mensen aan te sturen. En dat je ervoor zorgt dat alles goed verloopt in een bedrijf. Wij zorgen er niet alleen voor dat je de theorie beheerst, maar ook met behulp van praktijkopdrachten de theorie in de praktijk kan toepassen. Voor veel bedrijven en instellingen is facilitaire dienstverlening een onmisbare schakel. Ik loop stage bij het waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem. Wat mijn stage vooral leuk en interessant maakt, is de diversiteit. Geen één dag is hetzelfde. Je weet ook nooit hoe de dag gaat lopen voordat je eraan begint. Ik loop nu stage bij Eventbar. Eventbar verzorgt barzones op evenementen. Tijdens mijn stage zijn we bezig met plaatsingen van koelingen of barzones, offertes maken en nakalculaties. Het is lekker variabel, van de voetjes in de klei in de opbouwfase op diverse evenementen tot de studieopdrachten en de theoretische zijde. Wat ik vooral doe tijdens mijn stage, vooral werkzaamheden die mensen ondersteunen die hier al werken. In het begin checken we de voorraad. Dan gaan we echt beginnen in de loop van de dag met de ondersteunende werkzaamheden, zoals koffiezetapparaten bijvullen, schoonmaken van dingen, logistieke werkzaamheden, vergaderzalen in orde maken, repro-diensten. Alle werkzaamheden die het primaire proces ondersteunen. Wanneer jij een handeling verricht, zie je ook echt dat je de mensen daar echt mee verder geholpen hebt. En dat geeft voor jezelf ook wel voldoening. Je kunt merken dat de docenten die zelf lesgeven uit het facilitair werkveld komen, waardoor dus de praktijk heel hoog staat. Dat wordt ook duidelijk meegegeven. Facilitair zintuig is vaak al duidelijk aanwezig. Weet wat er speelt in je pand en weet wat de middelen zijn om wat je eraan kunt doen. Door de brede lesstof en de opgedane praktijkervaring is de opleiding ook een goede opstap om door te stromen naar het HBO. Ik wil graag naar het HBO, Facility Management. En als ik die opleiding af heb gerond, dan wil ik graag kijken naar een leuke baan ergens in de omgeving. Ik zit te twijfelen tussen HBO of echt het werkveld ingaan. Na deze opleiding wil ik graag HBO Event Management gaan studeren in Amsterdam. Wij zoeken studenten die van aanpakken weten en nauwkeurig te werk gaan. Ben je niet bang om met een klant in gesprek te gaan en weet jij overal een oplossing voor? Dan ben jij geschikt voor een baan als facilitair leidinggevende. Wil je meer informatie over de opleiding facilitair leidinggevende of een andere opleiding van ons? Kijk dan op onze website www.graafschapcollege.nl. Het Graafschap College, altijd een pluspunt.